Meneer Vermeer, de federale begroting is deze week uitvoerig besproken in de Kamer. Wat zijn uw bevindingen? We hebben een van de slechtste begrotingen van Europa. De tekorten en de schulden die zijn onhoudbaar geworden. En de overheidsuitgaven, maar vooral ook de belastingen, die nemen steeds maar toe. Vivaldi is eigenlijk in maar één zaak geslaagd. Dat is aantonen dat België onhervormbaar is geworden. Nu, uw partij stelt voor 624 miljoen te besparen op die begroting. Hoe dan? Wel, naast hervormen is er uiteraard ook nog heel wat vet op de soep. Zo kan er bespaard worden op de migratie, op de politieke instellingen, op de factuur voor Europa of de transfers en dergelijke meer. En dus wij doen een aantal concrete voorstellen om daarop te besparen. Hartelijk dank, Walter Vermeers, Kamerlid voor het Vlaams Belang.